in mijn peer. We komen hier halen, man. We komen hier casting op plekken. Kom op. Dus ik vind het eindelijk te doen. Er zit de groepsfase van onze dames op dit EK erop. We eindigen tweede in onze groep. Wat onze clash met Kylian Mbappé en Frankrijk. Het is horen van die duizenden fans in Antwerpen naar mijn eigen toekomst. Ik had ook Steve de groepswinnaar zien wachten, maar hopelijk dat we nu naar Frankrijk winnen. Deze mannen die hadden eigenlijk gewoon moeten winnen en als eerste moeten doorgaan en niet tegen Frankrijk moeten uitkomen. Of niet, hè? Nee, zeker. Die Mbappé zal niet meer voort in dat masker. Je hebt wel nog een goede mop. Doe nog een twijfelende Franse spits. Mbappé. Ideaal voor een vals. Ik herinner mij in Mbappé taart aan drinken. Dat wij in Mbappé koeken van eigen teekpieven. Frankrijk in de broekzak. Ja. Waar eindigen de organisatie van dit toernooi? Voor mij nog altijd eerst. Maar ja, het gaat niet simpel worden. De kampioen. Niet meer, niet minder. Als je Frankrijk kunt slaan, gaan we winnen. Dus Frankrijk kunt slaan is gelijk aan Europees kampioen. Altijd. We gaan naar winnen! België heeft daar niemand schrik. Kom op. België heeft daar niemand schrik. Kom op! Kom op! Ah, maar één antwoord. Eerst plaats. Ik ga kampioen, jongens! Ja! Ja!